Dag iedereen en welkom terug bij een nieuwe crypto update hier bij What the Finance. We hebben de belangrijkste nieuws van augustus en september. Voor jullie in deze video samengegoten. Als jullie nieuw zijn op het kanaal van What the Finance, zorg er zeker en vast voor dat jullie abonneren om up-to-date te blijven met alles wat er gebeurt in deze financiële wereld. Nu, wat zijn de drie puntjes waarover we het vandaag in deze crypto-update gaan hebben? Eerst en vooral dat er een recent onderzoek is gebeurd naar de crypto-gebruikers in Nederland. En wat blijkt, 15% van de Nederlanders bezit crypto. Een tweede puntje is, is dat het langverwachte crypto-platform van PayPal nu eindelijk gelanceerd is. En het derde puntje is dat de eerste spot-Bitcoin-ETF in het Westen is gelanceerd. En dan nog wel op de Euronext Amsterdam. Het laatste onderzoek dateert al van 2018. En toen bleek amper 3% van de Nederlanders crypto te bezitten. Nu dus 15%. Dat wil zeggen dat in slechts 5 jaar tijd dit vervijfvoudigd is. Een heel interessant iets in dat onderzoek vond ik persoonlijk dat slechts 3% van de mensen aangeeft dat zij crypto hebben gehad maar het ondertussen niet meer hebben. En gezien de huidige markt waarin we zitten we hebben vorig jaar een bear market gehad dit jaar is een accumulatiejaar, dus er is eigenlijk niet veel gebeurd. Het is saai in de crypto-industrie. Veel mensen, zou ik gedacht hebben, hebben een crypto verkocht. Wat blijkt nu, dat is eigenlijk niet zo. En ik ben er trouwens ook wel van overtuigd dat een deel van die 3% van die ex-crypto-gebruikers in Nederland dat die wel terug zullen keren als de volgende bull market terug begint. Want eenmaal je die crypto-microben te pakken hebt... Is het natuurlijk wel zeer moeilijk om er volledig vanaf te blijven. Dus ik denk dat een deel daarvan wel uiteindelijk zal terugkomen. Nu, het tweede puntje wat ik met jullie vandaag wil bespreken. is dat PayPal eindelijk zijn lang verwachte crypto-platform heeft gelanceerd. PayPal had het eigenlijk al een tijdje geleden aangekondigd. maar nu is het platform effectief gelanceerd. En het crypto-platform van PayPal zal Cryptocurrency Hub gaan heten. en zal eigenlijk gewoon geïntegreerd worden in het huidige PayPal-platform dat we kennen. En dat zal alle gebruikers van PayPal toelaten om crypto te kopen, verkopen, maar ook om ermee te betalen. En dat is echt wel zeer belangrijk en een mooie nieuwe stap voorwaarts naar het uh, gebruik van crypto in deze wereld. En PayPal heeft maar liefst 430 miljoen gebruikers. Dus dat wil zeggen dat in één klap, door die lancering van Cryptocurrency Hub van PayPal, dat in één klap uh, 5% van de wereldbevolking toegang krijgt. Tot het eenvoudig aankopen, verkopen en gebruiken van crypto. En naast het feit dat mensen nu kunnen kopen, verkopen en uh, betalingen doen met crypto, gaat PayPal ook een stablecoin lanceren. Nu, wat is een stablecoin? Wel, een stablecoin is eigenlijk een cryptomunt die gekoppeld zit aan een fiatmunt. In dit geval zal de PayPal USD worden gelanceerd, eigenlijk een cryptovorm van de US dollar. Wat is het voordeel van zo'n stablecoin? Wel, dat is dat mensen eigenlijk in het crypto-ecosysteem gebruik kunnen maken van iets dat de waarde bezit van de dollar. Want natuurlijk, een gewone dollar kun je niet gebruiken in het crypto-ecosysteem. Dus je moet eigenlijk een munt hebben die gekoppeld zit aan die dollar. En zo, zulke stablecoins zoals USDT, USDC, zoals we er al meerdere kennen in de crypto-industrie, die zijn enorm populair en worden zeer veel gebruikt voor het verhandelen, maar ook het gebruik van cryptocurrencies nu. Paypal gaat dus zijn eigen stablecoin lanceren. De allereerste westerse spot bitcoin ETF is gelanceerd. Dus dat wil zeggen dat we voor het eerst eigenlijk in zulke zaken de Verenigde Staten voor zijn. Want normaal zien zijn de Verenigde Staten altijd een paar stapjes voor op Europa. Bij deze dus niet. Um, er zijn wel degelijk verschillende applicaties uh, die momenteel op de tafel liggen van de Securities and Exchange Commission. De beurswaakhond van de Verenigde Staten voor zulke bitcoin ETF's. Maar nog geen enkele is goedgekeurd door die SEC. Nu, die spot Bitcoin-ETF in Europa, de, de Euronext Amsterdam die gelanceerd is, is gelanceerd door Jacoby FT. Jacoby FT is een grote speler in de financiële wereld. En de onderliggende bitcoins die eigenlijk dus in dat fonds zitten, hè, dus als investeerders de, de ETF aankopen, worden er spot-bitcoin-ETF's in feite achterliggend gekocht en bijgehouden door een derde partij. En deze derde partij die die bitcoins zal bijhouden voor de investeerders, is niemand minder dan Fidelity. En Fidelity is de derde grootste asset management company ter wereld. Dus zeker en vast geen kleine speler en zeer goed voor het vertrouwen. In deze ETF. Nu, waarom is het eigenlijk belangrijk? Waarom is het een grote stap voorwaarts? Wel, natuurlijk, het grote geld zit nog steeds bij deze fondsen, bij deze asset managers, bij eigenlijk het smart money, zoals ze we wel zeggen. Maar die smart money heeft de laatste jaren, in de laatste cycli in crypto, eigenlijk helemaal niet geïnvesteerd in crypto, of toch in ieder geval zeer, zeer weinig, omdat er nog geen regulatie was, maar ook omdat er zulke producten. Nog niet waren. Die grote management companies, die grote fondsen, die willen niet natuurlijk gewoon via een Binance of een Bitfavo, whatever, crypto gaan kopen en dan bijhouden op een platform of zelfs bijhouden op een hardware wallet en dan ergens in een schuif steken. Dat willen die natuurlijk niet. Die willen eigenlijk dat een derde partij voor hen die crypto bijhoudt en ze willen natuurlijk ook een gereguleerd product kopen dat op de traditionele financiële beurs, laten we zeggen, verhandelbaar is. En dit is nu het geval voor het eerst in Europa. Nu eigenlijk is het niet 100% echt voor het eerst het geval. Het is wel de allereerste spot Bitcoin ETF, Exchange Traded Fund, maar we hebben de laatste jaren wel verschillende andere financiële producten, gereguleerde producten zien gelanceerd worden op Europese beurzen, zoals Exchange Traded Notes. En exchange-traded products die gelanceerd werden binnen Europa en waar Bitcoin dus wel degelijk een deel van uitmaakte. Dit zal de deuren openen voor smart money, voor het grote geld, om in crypto te gaan investeren. En natuurlijk als bedrijven zoals Fidelity daarachter zitten, gaat het ook deuren openen voor nog meer traditionele financiële producten, gereguleerde producten. En ook in de Verenigde Staten zullen ze ook wel kijken naar wat het effect is van die ETF hier in Europa. En misschien zal het ook wel het proces bevorderen in de Verenigde Staten, om dan ook daar een ETF of meerdere ETF's te zien gelanceerd worden. Nu laten we het nog eventjes hebben over het prijsverloop van Bitcoin en een specifieke altcoin benoemen die het heel goed heeft gedaan gedurende de laatste maand. Laten we beginnen bij Bitcoin. Wat heeft Bitcoin gedaan in de laatste twee maanden? Eigenlijk opnieuw niet veel, het heeft vooral zeer zijwaarts gegaan. En eigenlijk in de, in de maand september, gedurende de laatste 30 dagen, is de prijs van Bitcoin amper een halve procent uh, naar omhoog sinds 30 dagen geleden. Dus Bitcoin zit nog steeds in die verdomde range tussen de 25.000 dollar en de 31.000 dollar. En Bitcoin zit daar nu ook officieel meer dan een half jaar in. Dus een range van 25%, wat het in crypto natuurlijk zeer weinig is, die houdt al stand. Gedurende 190 dagen, dat is meer dan een half jaar. En dat is wel typisch voor een accumulatiejaar waar we momenteel in zitten. Dus de cryptomarkt is eigenlijk zeer cyclisch. Het heeft vier verschillende fases en elke fase is ongeveer één jaar. En we zagen vorig jaar een bear market. We zien dit jaar het accumulatiejaar, dus dat de prijs zijwaarts gaat. En meestal daarna wordt dat gevolgd door een eerste jaar dat de prijs omhoog gaat, zachtjes, en het tweede jaar al echt een. Mania is die hele grote Bitcoin-crypto-gekte die we ook al een paar keer hebben gezien. En in het verleden heeft zich dat telkens herhaald. Dus 2023 is een accumulatiejaar. Als we terugkijken naar het verleden, we gaan vier jaar terug. 2019 was ook een accumulatiejaar. 2015 was een accumulatiejaar. En zelfs in zekere mate was 2011 de absolute begindagen van Bitcoin, was zelfs dat een accumulatiejaar. En die zijn telkens gevolgd door. Een jaar waarin Bitcoin zachtjes omhoog begint te gaan, uit die range gaat breken richting de vorige all-time high, en dan het jaar daarna telkens opnieuw die Bitcoin en crypto-gekte dat we hebben gezien. Dus we kunnen er misschien wel van uitgaan van dit jaar zal er waarschijnlijk niet veel meer gebeuren gedurende het accumulatiejaar, maar hopelijk volgend jaar zal de geschiedenis zich herhalen of toch heel erg lijken op het verleden, um, en zullen we de Bitcoinprijs en de crypto in het algemeen terug omhoog. Zien beginnen gaan. Nu, losstaand van het feit dat Bitcoin een crypto heel cyclisch is en dat dat verdeeld is in die vierjarige cyclus. Dat heeft eigenlijk te maken met één, de menselijke psychologie. Het is ook nog een jonge markt, dus het duurt eigenlijk nooit lang bij een jonge markt om zo'n cyclus te voltrekken. Maar een tweede belangrijke reden is de Bitcoin halvering. En we hebben dat uitgelegd in een andere video wat de Bitcoin halvering is. Jullie kunnen dat vinden door op de video te klikken die hier momenteel verschijnt, dat gaat over Bitcoin. Maar heel kort uitgelegd, de Bitcoin halvering vindt plaats elke vier jaar. En de beloning voor miners die het netwerk beveiligen en die ingewikkelde rekensommen doen gaat om de vier jaar gehalveerd worden. Daardoor komt er een prijsschok, als vraag en aanbod uit de balans worden gebracht, komt er een prijsschok en zal de prijsschok een prijs veroorzaken die omhoog gaat. En dit zal dan op zijn beurt natuurlijk een sneeuwbaleffect veroorzaken naar boven toe. Dus... Dit is meestal het geval in het jaar van de halvering. En volgend jaar is opnieuw zo'n halveringsjaar. Wanneer we verwachten dat in ongeveer april, misschien mei, valt nog af te wachten, die halvering van Bitcoin opnieuw zal worden doorgevoerd. Dus ik denk dat we eigenlijk vanaf dan pas kunnen gaan spreken van dat er misschien terug prijsstijgingen zullen aankomen. Maar het zou ook al kunnen dat eigenlijk enkele maanden voor die halvering, dus laat ons zeggen begin volgend jaar, dat daar al wordt op geanticipeerd dat die prijs vanaf dan omhoog zal beginnen gaan. Nu, voor dit jaar verwacht ik dus eigenlijk niet heel veel meer. Het is een accumulatiejaar. Misschien gaan we nog wel een beetje omhoog, misschien nog wel een beetje naar beneden. Maar ik denk dat we eigenlijk in het algemeen geen hele grote sprongen meer zullen maken dit jaar. En dan hebben we een altcoin die heel goed heeft gepresteerd gedurende de laatste maand. En dat is Chainlink. Chainlink is met 25% omhoog gedurende de laatste 30 dagen. En is daardoor in de top 20, top 30 zelfs, de beste performer van het pak. Dus Chainlink, zoals mensen weten die mij volgen op mijn persoonlijke socials. Chainlink is een van mijn favoriete cryptomunten. En die hebben het al heel goed gedaan in het verleden. Ook gedurende een bear market en een accumulatiejaar. En nu, opnieuw, ziet het er naar uit dat die trend omgekeerd wordt bij Chainlink al reeds in het accumulatiejaar. Dus het is zeer interessant om dat opnieuw te zien. Terwijl we weten dat Chainlink gedurende de volgende bull market eigenlijk niet zo heel veel heeft gedaan. Het is eigenlijk een beetje een omgekeerde manier van werken dat Chainlink doet. Tijdens een accumulatiejaar in een bear market doet het, het goed. En tijdens een market onderpresteert het zeer zwaar. Zo, dat was het weer voor deze crypto-update. Hopelijk vonden jullie het interessant. En indien jullie het interessant vonden, geef zeker en vast... Die duimpjes naar omhoog. We appreciëren dat zeer erg. En als jullie nieuw zijn op What The Finance, zorg er zeker en vast voor dat jullie geabonneerd zijn. En dan zie ik jullie volgende maand opnieuw terug in een nieuwe crypto-video. Bedankt voor het kijken en tot dan. Ciao, ciao.